Heb je jezelf... Je ging daarheen. Ik had het gevoel, toen ik je van tevoren sprak, om een limiet te lopen. Ja. En je komt thuis met zilver. Ja. Ik had gewoon helemaal niet verwacht. Ik had gewoon gehoopt dat ik in de finale zou komen. Maar ik had niet verwacht dat ik een medaille zou pakken. Of zelfs twee medailles. Dus het is echt gewoon uniek. Ja. Besef je dat al een beetje? Ja, het begint nu wel een beetje te komen. Ja, want dit is voor Nederland, dit is nog nooit gebeurd. Nee. Dus daarom is het zo fantastisch. En we hopen gewoon dat we dit succes voort kunnen zetten naar de volgende toernooien toe. Hoe is dat voor jou? Heb jij een beetje een dubbel gevoel erin overgehouden of heb je alleen maar trots? Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk helemaal trots geweest. Dit is natuurlijk gewoon een hoogtepunt van je carrière, dus dan kijk je niet naar andere dingen. Maar vanaf morgen ben ik gewoon weer gefocust, want dan loop ik in Bottrop aanstaande vrijdag en zaterdag. En daar ga ik me dan kwalificeren voor de Spelen. Hoppa, daar ga je kwalificeren. Ja. Maar dit nemen ze je sowieso nooit meer af? Dit nemen ze me niet meer af, klopt. Hoe was dat tijdens die race? Had je ook het gevoel van, ik doe iets ongelooflijks? Ja, ik had wel het gevoel dat ik tweede zou gaan worden. Tijdens die race op die 200 meter. Ik voelde opkomen naar 80 meter, ik dacht van ja, die medaille wordt van mij. En bij de estafette was het precies hetzelfde. Op het moment dat ik de slot kreeg, dacht ik van, we gaan winnen hier zo. En het was gewoon bizar dat wij gewoon met de snelste Europese tijd van Europa van dit jaar, gewoon Europese kampioen worden. Bizar. En derde tijd van de wereld, geloof ik? Derde tijd van de wereld, ja. Ja, echt. Dat voorzie je toch niet? Ja, absoluut. Vroeger was Nederland zo'n atletiek land. Een beetje voor de lol. Ja. Maar nu zijn jullie gewoon kansen hebben. Dat was echt absurd. En dat was de eerste estafette die ik liep dit jaar. Met de jongens. En we hadden helemaal niet geoefend. En het was gewoon fantastisch. Nou, dan verwacht je dat je daar wel op naar de Spelen gaat. Ja. Dus die is binnen ook. Nou ja, de Spelen weten we niet. We moeten even afwachten. 12e, 15e, dat begreep ik al. Ja. Kijk, we moeten even afwachten hoe alles gaat. En we zijn nu aan het afwachten. Meer kunnen we niet doen. We hebben ons best gedaan op het EK. That's it. En jouw kans is nou in Duitsland. Ja. Kan je dat een beetje uitleggen? Ik heb dan vrijdag en zaterdag heb ik twee keer 100 meter en een 200 meter. En daar moet ik me gewoon gaan kwalificeren voor de Spelen. That's it. En dat gaat gewoon gebeuren? Ja. Ja. Het is wel bizar van jou persoonlijk ook, hè? Want je gaat erheen met een hernia en een liesblessure en je haalt zilver. Ja, dat is absurd. Vijf weken geleden had ik nog een spuit in mijn rug gekregen voor die hernia. En twee weken geleden stond ik op het NK om de finale te lopen. Toen kreeg ik last van de adductor van mijn lies. Kon ik niet starten. En dan nu twee weken verder pak ik gewoon zilver en goud. Absurd.